Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 5 augustus van Weerplaza. Het is deze week licht wisselvallig zomerweer. Vandaag trekt een zwakke storing over ons land. Vanochtend trekken de buien naar Duitsland weg. Van het westen uit breekt de zon door. Het ziet er vanmiddag best wel aardig uit met geregeld zonneschijn. En het wordt 22 graden in het noordwesten van het land, tot 26 in het oosten. Lokaal kan nog een enkele bui voorkomen, met name in het noordoosten van het land. Vanavond ook een enkele bui, maar verder zo goed als droog. Bij een temperatuur van 19 tot 23 graden. En morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is een best aardige zomerdag. Wel is het ietsjes minder warm dan vandaag, 21 tot 24 graden. In het zuidoosten is wel kans op een bui. Woensdag, donderdag en vrijdag vallen er dagelijks buien. Woensdag en donderdag ligt de temperatuur tussen de 22 en 23 graden bij een matige westelijke wind. Vrijdag kan het lokaal zomers warm worden. Mijn naam is Diana Boe van Weerplazen.